Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Hey. Ja, vertel. Als je... Had hij jou die zeurt dat hij terug wil, hè? Nou, niet meer. Geeft hij 23 kilometer erdoor? Nee, 2,4 kilometer links. Oké. Links onderin, die drie bolletjes, als je daar... weet je wat we doen? We zetten hem hier heel rustig stil. Niet hier, ja wel hier, linkerkant. Komt een auto aan. Fijn. Oké, okay. Die drie bolletjes op je navigatie links onderin. Ja. Dan moet ik zo even spieken. Mijn routes. Ja. Dan Kusjeren Nuferenpas. Pas. Kusjeren Nuferenpas? Ja. Oké. Okay. Oh nee, niet spluggen. Oeps. Hebben de spluggen er ook in staan? Ja, maar dat komt wel. Dat was even voor morgen. Ja, lekker bezig. Kijk maar. Nu van een pas. Rijdt. Dichtstbijzijnde punt. Dichtstbijzijnde punt. Moet hij hem nu als goed is oppakken. Ja, rijden maar, zegt hij. Yep. Dus staat 23 kilometer rechtuit. Ja, 23 inderdaad. Twee fietsers op rechts. Ik vind het wel goed, het knipperlichtje. Bocht is vrij. Mooi. Nou. Bye. In dit filmpje gaan we naar de Nuvenenpas. Dit is samen met de eerste twee filmpjes, want dit is daar filmpje 3 als ik het goed heb. Ja, daar met de eerste filmpjes is dit één hele dag. Alleen één hele dag in één video proppen, dat werd me te veel. Dan moest ik zoveel knippen en van dat zo zonde. Dus ik laat gewoon alle passen zien. Van begin tot wat ik denk dat het einde is. En ja, veel plezier met kijken. Oh, rij, hè? Oh ja. Ik ben wat langzamer, maar dat is prima. Wegdek is niet overal even perfect, zeg maar zeggen. Dus geen zin om hier zeg maar de helling af te rijden. Oeh, gezellig. Meerdere tegenliggers, maar die heb je misschien al wel gezien. Ja, dus die zit kort achter me. Vijftig.
Oké, ben ik daar? Zeker. Oh, wie? Ah, jongens. Je hebt hard gereden, anders had je nu niet achter me gezeten. Klopt. Oei. Komt iets groots aan, denk ik. Parkeersbord. Ik zie door de bomen, zie ik dat witte parkeersbord hier. Hallo? Ja. Oh, dat was niet grappig. Nou, allemaal. Jongen. Komt de boterheid erachter je aan? Ja, weet ik. Ben ik al langs. Nou, je mag zo lekker langs als je wil. Jezus, jongen. Ja, dat is minder snel dan ik verwacht had. Ja, veel minder snel. Maar wel een mooie rij op. Als het een Belg. Belg. Ja, is die al voorbij? Nee, al lang niet. Ik zit heel erg achter. Ook qua de snelheid, dus wat dat betreft. Ik wil gewoon een smeris. Die gewoon uw snelheid aan het jagen is. Ja, ik rijd niet te hard. Dus. Maar dat is die dan aan het controleren, hoor. Nou, dan moet hij een beetje opschieten. Harde doppies, ik opgaans rechteruit. Opgaans rechteruit, wat? Harde oordoppen. Ja. Die gaan bij de eerstvolgende stop echt weer uit. Oh, oké. Okay. Een soort van aan het zwemmen daar zo. Ja. Dat die echt dichterbij komt, die motor. Nee, dat maakt er niet uit. Wauw, heerlijk. Ja. Jullie dat gestuiter ook? Weet je nog bij het vorige filmpje wat er toen gebeurde? Toen konden jullie mij ineens verstaan, of ons ineens verstaan. En nu? Ja, wat nu? Snap je hem? Ik heb dus de verstaanbare stukken geprobeerd erin te houden, voor zover dat ergens op sloeg. En de rest heb ik eruit geknipt, want het luistert gewoon echt niet. Een paar video's geleden zei iemand, dat klinkt hartstikke leuk. No.
Ik vind van niet. Met mijn koptelefoon op de edittafel, dinges, bureau, computer. Dat klinkt helemaal nergens naar. Dus ik heb het er zoveel mogelijk uitgeknipt. Ik hou het echt niet. Hij geeft niet. Jezus, wat een kutgeluid is dat. Ik heb van die op maat gemaakte oordoppen, zeg maar. Harde en zachte. En volgens fabrikant moest ik echt harder nemen, want die nam iedereen. Wat een KUT-dingen zijn dat. Hier sta ik ze dus letterlijk eruit te gooien, want dit is echt gewoon ruk. Echt ruk. Zo merk je maar dat niet ieder mens hetzelfde is. Die harde zijn voor mij echt niet fijn. Die zachte, moi. En anders heb ik normaal gesproken van die propjes. En die ga ik er nu volgens mij in stoppen. Als ik me niet vergis. Me goed kon herinneren. En dan moet ik blijven lullen dat ik het kan zien. Ik had eigenlijk gewoon even de eerste beeld groot moeten maken. Want ik zit nu naar twee beelden te kijken. Eén helm op zijn zij, die staat op zijn grootste. En nee, laat maar, te technisch. Ja, ik ga dus hier mijn andere dop in doen. En dan kunnen we verder rijden. Ik weet eigenlijk bijna wel zeker dat die propjes zijn. Die moet je even oprollen en dan in je oor stoppen. En dan zetten ze uit. Ja. Nou, dan gaat de helm weer op. Gaan we weer rijden. Zo. Dat is beter. Auto's. Goed ook trouwens. Nou, even wachten als ik jou. Ja, kan die? Ja. Nog een keer. Oh nee. Ja. Er zit een gat bovenaan de spiegelpas, weet je nog? Die was erg. De spiegel bovenaan, die lag gewoon helemaal open. Dat was één groot krater, dat was niet grappig.
vrij. Godverdorie. Wat? Ja, je wordt nog niet in de vrijschaak. En hij is vrij. Mooi. Oeh, ja. Als je niet te veel gas geeft, dan kan hij de auto er voorbij. Yes. Yes. Thank you. Wauw. Ik had ook al mee te kijken. Holy shit, man. Hij was ook al aan niet zwemmen. Goeie op links, joh. Geniaal. Adviseer hem om achteruit erin te draaien. Wacht maar even. Het had. Hou hem eens recht. Klein stukje naar achteren zakken. Want als je gaat staan zoals ik, dan dondert hij echt om. Ik kan hier denk ik wel niet eens staan. Nee, je staat met zijn neus de verkeerde kant op. Ja, precies. Laten we maar doorrijden anders. Goed, rij je maar. Rij je maar? Ja, ik kan er niet uit zo, Diewert. Wel. Boom. Dacht je
beetje naar achter erin zakken. Goed aan. Hey. Rood licht. Kom je rechts naast me staan? Oh, je hoeft niet naast, maar zo vormen we een blok. Ik weet nooit wat er achter je aankomt. Dat is wel handig, zo'n ding voor een zonpaneeltje. Ja. Is het nou er nu van al of is het... Volgens mij wel, ja. Oh. Ja, maar... Niet doen, meneer de wielrenner. Verbazingwekkend warm. Ik zou verwachten dat het afkomt. Oh, niet doen wanneer de motorrijder af is. Hey!
open zijn, gaan we wel even wat drinken en eens. Iets in de oude. En het toilet zoeken. Als je, nou ja, nogmaals, als jij behoefte hebt aan een stop of een panorama moment, pak het hè. Ik ben niet leading in die dingen. Nee, panorama momentjes, ik heb de camera's, dus ja. Ja, maar ook als je even, zeg maar, we zitten nu achter die vrachtauto. Nou, als je even onderbreekt, dan heeft hij een stukje verderop, zeg maar. Nee, eens. Maar we zijn over niet al te lang tijd boven, denk ik. Ja, schat ik zo in. Sneeuw, ik zie sneeuw. Ik ben zo blij dat we dit doen. Ik zie ook iets achter jou. Ja, en ik mag gaan langs als ik wil. Oeh, die gaat hard naar beneden. Ja. Hij zegt, moet het boven. Daar wil ik wel even stoppen en zo. Ja, helemaal goed. Bizar, dat maanlandschap. Het is echt, Ja. Ja, welkom bovenop de Nieuvenenpas. De toiletgang is hier enorm duur. Je moet iets nuttigen, wil je voor minder geld naar het toilet mogen. Ik geloof dat een colaatje 4 euro kost en dan mag je naar het toilet. Ik weet niet precies hoe het was. Het is net even te lang geleden. Alleen het toilet is 4 euro, geloof ik. En ja, je moest in ieder geval iets nuttigen en dan kon je tussen haakjes gratis naar het toilet. Ja, het alleenrecht, hè, bovenop. Dan kun je vragen wat je wil. En het uitzicht, hè. Dat uitzicht, jongens. Wauw. Ja, onze fietsen. Daar zijn we allebei heel blij mee. Zowel de BMW als de Goldwing. Goed, geplast, gedronken, bijgetankt, wat gegeten. En we gaan weer verder. Deze motorparkeerplaats, hè, die zag ik pas toen we wegreden. Was me niet opgevallen toen we eraan kwamen. Sorry. Heel soms blijft mijn rechterkoffer als melding open, zeg maar. Hij is niet open, maar dan zit hij net niet goed genoeg dicht. Tik hier erop en hij doet het weer. En vanaf hier helaas geen commentaar van ons meer. Geheugenkaart vol, batterij leeg, niet aangezet. Geen idee. Vanaf deze stop is er geen commentaar van ons. Het staat er gewoon niet op. Het zit er gewoon niet bij. Geen idee. Dus achteraf ingeluld door deze
Helaas. Het is vaak best gezellig met ons. Maar ja. Yeah. Jammer, joh. Kom je hier die bocht door en je bent de omgeving aan het scannen. En dan zie je daar links zie je iemand in het zwart. Ja, wat staat hij daar? Fietslicht erbij. Ligt op de grond. Wacht even. Is er iets aan de hand? Scan, scan, scan. Moet ik hier iets mee? Ja of nee? Bril schoongemaakt. Nee, ik denk dat het meevalt. We gaan verder. Dat is een beetje hoe mijn brein werkt.
Ongeval, vraagteken. Kunnen we iets doen? Ja of nee? Ik heb EHBO-tas bij. Wie weet. Het is niet dat ik een dokter ben of zo, maar een EHBO'er met wat schoonmaakspulletjes voor wondjes. Wondalcohol, weet je, dat soort rommel. Pleisters. Kunnen we er iets mee? Nou, in dit geval had ik niet de indruk dat we meerwaarde hadden daar. Dit ging me echt te langzaam. 30 gewoon überhaupt naar beneden. Het haalde een beetje mijn swing uit de berg. mijn band, zeg maar, met deze afdaling. We hebben meerdere routes gehad, hè, dat we er gewoon achterbleven. Nee, prima, maar... Dit waren net even te mooie afdalingjes. Gewoon zo, lekker relaxed. Weet je, ik rijd niet hard, hè. Ik bedoel, 5:46. En ik geniet. Ik geniet heerlijk. Maar ja, 35 was me net even te weinig. Sorry. En hier hebben we dan het volgende dilemma. Volgens mij, en ik weet het niet 100% zeker, ik kan het op het beeld net niet goed genoeg zien, maar kwamen allebei deze auto's uit de Oekraïne. Dus waarschijnlijk daar voor het eerst. En als je voor het eerst bent, dan zijn sommige dingen best spannend. Dus nogmaals, aannames. Nee, niet nogmaals. Aannames. Want dat, ik neem nu iets aan dat ze hier nog nooit geweest zijn en dat ze het spannend vinden. En nu schiet ik er wel even voorbij met wat hogere snelheid, want anders kom je er gewoon niet voorbij op sommige punten. Jeeha! Hey, die rijdt hard. Wel 80 km per uur. 85 stond al over ik zelfs. Ik zie filmpjes van motorrijders die hun teller bedekken, omdat ze waarschijnlijk iets harder rijden dan de toegestaande snelheid.
Wij sukkelen nog een tijdje achter die vrachtwagen aan. We hebben niet zozeer een doodswens, zeg maar, zoals die auto net voor ons. Zelfs met de motor had ik het niet gedurfd. Dit is het einde van dit stuk. Het is nog steeds dag 5. Er komen nog 2 of 3 passen aan, geloof ik. Ik ben de draad een beetje kwijt. Komt goed. Dat vertel ik in het volgende filmpje wel. De volgende is uit mijn hoofd de Furka-pas. Gedeeltelijk althans. Want we gaan hem omhoog en we gaan weer terug. Want we willen een rondje maken. Dus we rijden naar boven en we gaan weer naar beneden. Via dezelfde weg. Op zich wel jammer. Maar, nou ja. Nee, die dag echt. Ons maakte het niet uit. We hadden niet per se die hele pas hoeven te rijden. We zijn boven geweest en via dezelfde weg naar beneden. Dus dat wordt het volgende filmpje. En afhankelijk van hoe kort of lang die is, maak ik misschien wel 1 filmpje van. Het voordeel is het voorbereidende werk. Dus die 360 video's, de kilometer dingen erbij zetten. Al het voorbereidende werk is al klaar. Dus deze video's kan ik relatief snel maken. Het voorbereidende werk, alles synchroon zetten. Alle filmpjes synchroon zetten, dat is echt het meeste werk. En een verschrikkelijk nadeel van de Insta360. Die Insta360, sommige modellen doen 10 seconden pauze. Sommige modellen doen 18 seconden pauze. En het is ook niet elke keer gelijk. Het is dan 17, dan 18, dus er zit geen ritme in. Dus je moet elk filmpje synchroon stellen op het andere filmpje. Dus als je ze alle 3 tegelijk zou starten, liever niet. Want dan ben je je synchroonlijn kwijt. Want ze verlopen namelijk ook iets. Je kan ze nooit exact. Nou ja, genoeg gezeurd. Wij zijn beneden. We komen zo beneden op een kruising, gaan we rechtsaf. En daar stop ik ook het filmpje voor. Voor de volgende, zeg maar. Dus vanaf daar gaan we vertrekken met het nieuwe filmpje. En dat is dan richting. Ik meen, hang me er niet op, maar ik meen de Furka. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne dag, avond, middag, nacht, wanneer je ook kijkt. Kijk ook vooral de voorgaande filmpjes of alles wat hierna komt. Ik heb nog steeds mensen die commentaar geven van het filmpje van een paar jaar geleden op de Stelvio. Commentaar dat ik denk, oké, goed zo. Nee. Genoeg gezeurd. Bedankt allemaal. Groetjes. Tot de volgende keer. Hoi hoi.